Dit is nog altijd voor mij zo geruststellend hoe God voor ons ons dagelijkse brood geeft. Niet wekelijks of maandelijks nie, maar hij voorzien wat ons vandaag nodig heeft. Dit skep zoveel vertrouwen en afhankelijkheid binnen mij voor hom. Dit helpt mij om op vandaag te focussen en niet te bekommer of mijn brood genoeg gaan wees en of het gaan oud wordt tegen het einde van die week nie. God geeft elke dag genoeg brood, zodat jij je fysische voedsel en geestelijke voeding kan hebben, wat ons ziel voedt. Dit helpt ons om verzekerd te wees dat ons het wat ons koort om te floreren. Om op God als ons voorziener te vertrouwen, brengt een gevoel van vrede en geruststelling. Ons kan op ons staat maken om aan ons behoeftes te voorzien, of het nou financiële stabiliteit, emotionele ondersteuning of leiding is. Hij weet precies wat ons vereist en hij is getrouw om te voorzien. Soos ons meer leer oor die concept van gebed tijdens die reeks, mag ons onthou om te bid vir voorziening. Kom ons bring ons behoeftes voor God, groot en klein, met die wete dat hy baie vir ons omgee. En as ons aardse pa die beste vir ons wil hê, hoeveel te meer sal jou hemelse pa, soos hy beloof het, voorzien.